C'est une difficulté à appréhender les choses qui vont changer dans l'environnement, changer le repas qui est prévu, changer l'organisation du temps le soir. On va prendre le bain avant le repas parce qu'on a été faire les courses, qu'on est un peu pressé. L'enfant va se mettre en colère parce qu'il ne peut pas comprendre que le repas, on va quand même le prendre, mais qu'il vient après le bain. Comme ce n'est pas dans l'ordre habituel, ça va être très difficile pour lui d'appréhender ce changement dans son environnement. Les changements de meubles, les changements de bibelots, les changements de place sont parfois difficiles à appréhender par les personnes avec autisme. Ik had vroeger heel veel problemen om de planning te maken van wat ik allemaal moest doen. Toen ik ging werken, ben ik op het idee gekomen van naar een ochtendprogramma te luisteren. Omdat op een ochtendprogramma, er wordt alles getimed. Het weer is op dat uur, het nieuws is op dat uur, een praatje met dat uur. En laten we zeggen, ieder beweging die moest gedaan worden, of ieder taak die moest uitgevoerd worden, werd gelinkt aan een bepaalde sequentie van een radioprogramma. Maar op een dag was er iets gebeurd. En het nieuws heeft 10 minuten lang geduurd. Dus wat is er gebeurd? Er zijn een paar van die dingen die weggevallen zijn. En ik was niet meer in staat van dingen te doen, omdat mijn planning was vastgeketend, we mochten wel vastketen noemen, aan de dingen die ik verwachtte. Dus ik verwachtte dat bijvoorbeeld, dus gelijk dat je zou zeggen, ja, dat is, doe je broek aan, dat doet dat, dat doet dat, dat doet dat. En als ik die dingen niet had, dan was ik niet in staat van dingen te doen. En op een zekere moment heb ik gezegd, wat als ik nu een bepaald muziekstuk neem en als ik dat daar allemaal aan koppel. Ik heb gewoon al de dingen die moeten gedaan worden, die zijn allemaal aan sequenties van muziek, laat ons zeggen, vastgemaakt. Ik heb een stuk, Without You, van U2. Een stuk, dat is een stuk dat 7 minuten duurt. Dan heb ik het de Toccata van Bach, dat is een stuk die in totaal 15 minuten duurt. En dan heb ik ook altijd een singeltje. Als we ergens iets gaan drinken, dan hij drinkt eigenlijk op een terras altijd iced tea. Iets anders gaat hij eigenlijk nooit niet kiezen. En er mogen daar geen ijsblokken in zitten en geen fruit, dus dat moet puur zijn. En dan gaat hij. Ofwel drinkt hij gewoon 2 slokjes en is dan het toilet. Ofwel drinkt hij helemaal heel vlug naar elkaar uit en gaat hij dan naar het toilet. Toilet? Il va en trottinette à la porte. Et alors il a des cassettes dans ses bras qu'il dépose sur la fenêtre du garage. Et il va trottinette, il va dormir avec ses cassettes, il les met sur sa table de nuit. C'est une chose comme ça, il lui faut ses cassettes. Il va à l'école avec ses cassettes. Et pourtant, quand il arrive à l'école, madame lui prend, on les met dans une armoire. À présent, tu fais votre choix. Ou bien la planche.